Het is half oktober, de natuur begint langzaam wat meer te verkleuren en ook het weer is van tijd tot tijd behoorlijk herfstachtig. Het weekend echter belooft behoorlijk mooi te worden met geregeld zon en ook wel redelijk aangename temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar voordat het zover is, hebben we te maken met toch wisselvallig weer. Vandaag was er een afwisseling van wolken en opklaringen. Vanochtend viel er in het oosten af en toe nog wat motregen, maar later op de dag zagen we wat vaker blauw tussen de wolken door. Af en toe dus wat zon, maar we krijgen met regen te maken en die regen zal vooral morgenochtend en het eerste deel van de middag gaan vallen. Dat zien we ook op de animatie. Vandaag is het overwegend droog geweest. Alleen in het zuidoosten viel vanochtend nog wat motregen. Maar vanuit het noordwesten nadert een neerslaggebied. En dat trekt vrijdagochtend het eerste deel van de middag over ons land. De meeste neerslag valt dan in het noorden. Maar daarachter klaart het opnieuw op. Bouwt zich een groot hoge drukgebied op boven onze omgeving. En dat staat vervolgens garant voor een paar mooie en rustige dagen met geregeld ruimte voor de zon. Nou, vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen in eerste instantie nog droog. Wel overheerst de bewolking. En later in de nacht zien we vanuit het westen tot noordwesten geleidelijk de kans op regen wat toenemen. Als eerste in het noordwesten. En landinwaarts zal het nog overwegend droog blijven. Minima daarbij rond een graad of 12 en de wind neemt langzaam al in kracht toe uit een westelijke richting. Die wind gaat morgen overdag naar het noorden tot noordwesten draaien. Kan langs de kust enige tijd krachtig worden, een windkracht 6. Nou, in de ochtend regent het overal enige tijd. In de middag wordt het geleidelijk droger met meer ruimte voor de zon. En de middagtemperatuur loopt daarbij op naar een graad of 14. Daarbij in eerste instantie dus nog wel een frisse wind, maar de wind neemt in de loop van de dag af. En dat is het begin van een rustig weekend, overwegend droog bovendien. Zowel zaterdag als zondag geregeld ruimte voor de zon. Temperaturen overdag tussen de 13 en 16 graden. Wel kan er in de nacht en vroege ochtend wat mist ontstaan. Vanaf maandag lijkt het weer wisselvallig te worden met een toenemende kans op regen. Dat geldt ook zeker voor de dagen daarna. Wel lijkt het dan tijdelijk flink zachter te worden met op dinsdag misschien wel ergens 19 of 20 graden. Maar het weerbeeld is dan wel behoorlijk regenachtig. Gaan we nog wat verder kijken en dan zien we dat die warme opleving van korte duur is. Hier zien we die twee warme, vrij zachte dagen. Daarna gaat de temperatuur weer omlaag naar 13 tot 15 graden in de middag. En ook dan lijkt het wisselvallig te blijven. Ik wens u een mooie dag.